Nu zit er nog helemaal geen scrub. Zo, dit is even anders binnenkomen. Hoe maak je het? Jongens, ik ga stuk om dit avontuur. Toen ik alleen woonde was het natuurlijk anders, want ze ging gewoon lekker tegen jullie aan doen. Het spijt me. Zo, Dick. Hoe kan een lasagne opstijgen? Ik heb het idee dat mijn wenkbrauwen toch iets meer zijn gegroeid. Al het water ging door mijn jas heen, dus ik wil graag dit barrel aanhouden. Was het met de pil gestopt, alweer best een tijdje geleden. Zeiden we dat ook weer in het Engels? Hij is veel minder afgekeurd dan bij de QuickFit. Hallo jongens, voordat jullie deze vlog gaan kijken wil ik eventjes zeggen dat dit de laatste keer is dat ik een maandvlog zal plaatsen. Ik weet dat sommigen het gelukkig wel leuk vinden, maar sommigen vinden het helemaal verschrikkelijk en zijn helemaal teleurgesteld. Dat er geen weekvlogs zijn en vinden mijn serie niet zo leuk omdat ik daar nog geen vlogs plaats en ik snap het allemaal. En vanaf nu ga ik gewoon heel erg mijn best doen om weer weekvlogs voor jullie te maken. Misschien wat korter, maar geen maandvlogs meer. Dus dit is de laatste. Dus dan weet je dat, want anders zal ik er vast weer heel veel reacties over krijgen. De laatste maandvlog, die waarschijnlijk weer helemaal niet in context is en heel veel dagen niks gevlogd en dan weer wel en vaag. Maar ik hoop dat je het alsnog leuk vindt om dan gewoon weer een maand, de maand januari, terug te zien in beeldmateriaal. En je kunt natuurlijk ook altijd mijn andere serie nog kijken. En dan kan je ervan uitgaan dat de volgende normale vlog gewoon weer een weekvlog zal zijn. Dus ja. Dan weet u dat en veel plezier met kijken. En laat even een reactie achter als je wil, dat vind ik wel heel leuk. Hallo jongens, ik vind het echt een vet goede dag. Ik wilde vandaag weer gaan hardlopen, maar ik wilde eerst mijn werk af hebben. Dus ik heb mijn maandvlog helemaal bewerkt, gisteravond ook een beetje. En allemaal bestellingen gemaakt, labels gemaakt, geprint en weggebracht. En toen gerend en boodschappen gedaan, we gaan een broodje hamburger eten. Echt super lekker. Ik heb echt zo'n voldaan gevoel vandaag. Echt heerlijk. Oh, ik moet helemaal bijkomen van die zware tas. Ziek zwaar. En ik dacht dus dat ik mijn autosleutel kwijt was. Dus ik ging naar parkeren. Toen ging mijn auto dichtklikken. Dat weet ik nog. Toen ging ik naar het postkantoor. Toen naar de Kruidvat. En dan was ik mijn sleutel kwijt. En toen belde ik haar. Van, ik kan hem echt nergens vinden. Ik ben overal aan het zoeken. En toen pas, echt na heel lang, realiseerde ik me dat ik een rugzak om had. Maar ik dacht dus dat ik in de shopper bij me had. Ik had dus gewoon mijn sleutel in mijn rugzak. Gelukkig. Oh, nu lekker koken. Oh, we gaan lekker zelf hamburgertjes maken. Ziek lekker. Oh, we zijn even lekker naar buiten geweest. En het is echt super slecht weer, maar zo lekker. Ik had nog wat lippenbalsems gekocht gisteren. Want ik zag een nieuw merk bij de Kruidvat. En het was ook nog eens 1 plus 1 gratis. Kijk. Dit merk. Het is allemaal aparte geurtjes en zo. Maar het is helemaal natuurlijk als het goed is. En ze hadden ook andere. Die vond ik echt super leuk. Ik mocht ze niet allemaal van mezelf. Maar dit is bubblegum. Ik vind het altijd zo raar, mijn handen. Dit is al niet normaal hoe rimpelig dit eruit ziet. Bizar. Hebben jullie dat ook? Volgens mij heeft niemand dat zo erg. Nou, dit is bubblegum. En... oh, nu bedenk ik me. Kijk, French Vanilla en Spicy Chai. Maar bubblegum kan nooit natuurlijk zijn. Er moet dan toch troep in zitten. Mijn schoonmoeder zegt altijd tegen mij dat het zo slecht is. Omdat je die lippenbalsem... en je eet het op en je lichaam kan het niet verteren. Het schijnt zo slecht voor je te zijn. Hier stond dat het 100% natural with organic ingredients. Macadamia olie. Maar hoe kwamen ze dan die bubblegum geur? Aroma natural flavor. Dus een natuurlijke. Oké. Okay. Maar het ziet er ook vet leuk uit. Dus ik wou het even voor jullie testen. Oh, het ruikt ook heel subtiel, ja. Ik ruik het bijna niet. Maar hoe is hij lekker soepel? Nou, hij ruikt best heftig. Hij glijdt heel lekker soepel. Oh, dat is niet te dun. Wat ik soms vind, bij die natuurlijke lippenbalsems, is dat ze heel dik zijn, weet je wel. Echt zo waxachtig, te dik. En sommige lippenbalsems zijn te dun. En deze is eigenlijk precies goed. Weet je wat ik bedoel? Dat je zeg maar dit doet, en niet zoals een olie meteen eraf is, maar ook niet zo dik voelt. Oh, deze voelt heel lekker en voedend. En dan heb ik dus ook een Crazy Chai. Lijkt me heel lekker. Oh, dit ruikt echt naar niet zoete chai tea. En die vanille. Ruikt heel subtiel. Maar misschien komt er weer meer geurvrij. Oh, die vanille vind ik het minst. Ik vind het een beetje een aparte vanillegeur. Nee, die vind ik niet zo heel lekker. Die andere twee wel, maar vet leuk. En dan ook nog even deze proberen. Ik ben nog ingezoomd. Ik vind het wel een mooi beeld als het ingezoomd is. Dit is dus Beauty Made Easy. Volgens mij is het hetzelfde merk. Ze hadden een paar van die ingepakte. No plastic.
heel klein. Super klein. Ik kon niet vinden wat deze geur is. Er stond alleen maar sweet. Je had ook bijvoorbeeld lavendel. Huh? Deze moet je drukken, jongens. Deze vind ik een beetje apart. Huh? Het lijkt ook niet hetzelfde merk. Deze ruikt ook wat lekker. Organic Beeswax. Misschien is dit een ander merk, hoor. Het stond in hetzelfde schap. Niet bij de lipbalsem, maar bij een nieuw apart. Maar als ik dus druk, gaat hij weer in. Naar beneden, kijk. Dus dat is, je moet hem dus je vinger eronder houden. En dat is zodat ze geen plastic hoeven te gebruiken. Deze is heel dik, wat ik net bedoelde. Niet zo boeiend. En ik heb ook nog eventjes sowieso deze gekocht. Want die vind ik altijd wel heel chill. Van Carmex, ook natural. En dan de peer en de watermeloen. Super lekkere geuren. Deze zijn volgens mij ook 100% natuurlijk. Nee, 93% natuurlijk. Oké, okay, dus niet het allerbeste. Maar beter dan bijvoorbeeld Labello. En nog de normale Burt's Bees. Want ik smeer zo vaak op mijn lippen dat ik gewoon... Ik doe bijvoorbeeld altijd rosebud zalf op mijn lippen, maar dat is gewoon niet goed. Deze is 100% natuurlijk. En dan niet natuurlijk, maar ik ook nog even lekker zo'n scrubje. Maar in een stick. Ik vind eigenlijk scrubs in een stick altijd wat minder fijn, want ze zijn niet zo heel goed. Maar het is gewoon handig. Handig gewoon in zo'n potje. Het is chill, want dat is allemaal 1 plus 1. Je had deze in blauw en... Ja, dit ruikt gewoon super lekker. Maar Labello is volgens mij eigenlijk gewoon echt troep. Ik zag dat ze nu ook een vegan natural hadden. Maar zoals nu zit er nog helemaal geen scrub. Ik heb volgens mij dit al een keer gekocht. Maar ja, het is toch wel lekker een beetje. Scrubben. Oh ja. Ja, dit voelt wel lekker. Want ik heb nu iets meer velletjes op mijn lip. Ik heb nauwelijks velletjes altijd, maar nu een beetje. Dus dat was mijn shop nog. Ja. Ik heb echt al mijn hele leven een lippenbalsemverslaving. Ik hou ervan om nieuwe lippenbalsems uit te testen en zo. Dus ik ben hier heel blij mee. I like it. Geen honden. Oh, dat was eerst wel. Hè? Oh, dat was ja, het enige helemaal bij het begin waar de regen gaat op. We gingen even naar de Dorpsstraat, even lekker gewandeld en een beetje gekletst met een aantal mensen en zo. We hebben bijvoorbeeld ook gezien dat er een Turkse winkel zit waar ze echt vet chille dingen verkopen die wel misschien wat chiller zijn dan bij een groothandel. Dus daar ga ik even naar kijken. Maar dat is voor een andere video. Maar toen ging naar huis rijden en ging ik rennen. Ik had mijn renkleren aangedaan. Het was best wel kort, het was maar 2 kilometer. Maar het was wel heel lekker. En nu ga ik nog even stuitjes springen. Kijk, ik heb lekker deze feta. Ik weet niet of die lekker is, maar dit zoek ik al heel lang. Olijven met amandelen. Super lekker, hoop ik. Gewoon zulke olijven. En dit vond ik ook wel grappig. En nog dolmades. Een lekker brood gekocht bij Merel. Voor deze brood. En ik had nog 2 pawpaw. Dit is zo'n all-purpose. Want die waren ook nog steeds tweede gratis. En dit is dan met een kleurtje. En nog 2 van die bubblegum. Die vind ik het lekkerst. Ik hou zo erg van buiten zijn. Dat is niet normaal. Ik ga even testen of dit ook een goede blush is. Ik had die pawpaws vroeger van de Ethos. Die grote tubes. Deze waren volgens mij... 4 euro. Maar nu dan 2 voor 4 euro. Het is zo'n all-purpose balm, maar als er een kleurtje in zit, dan niet. Ik had altijd die oranje, maar ik dacht ik ga nu een keer voor rood. En het is toch chill als je even 's ochtends geen kleur in je gezicht hebt, vind ik dit wel relaxed. En een leuk formaatje, dus die doe ik gewoon in mijn handtas. Lekker lasagne maken. De aubergine aan het insmeren. Zo'n kwast is echt ideaal. Jongens, hoe kan een lasagne opstijgen? Ha, kijk. Kom eens kijken. Hè? Hoe kan dat? Hoe kan dit bol worden? Kom eens kijken. Er zit een hele luchtbel onder. Wajo? Voor mij is die wel goed. Prikte er een klein gaatje in en toen stortte die helemaal in. Oh, dat ruikt wel lekker. Het is een groentelasagne met helemaal knoflook, uien, roe met room en kaas. Maar ja, nu ziet het er dus niet zo mooi uit. Wat apart. Goedemorgen jongens. Ik ga vandaag weer invallen. Ik ben even aan het opmaken. Wat ik dus altijd doe. Zeg maar, ik ga altijd alvast rijden. Iets eerder. Een paar minuten eerder. En dan mocht er dan iets op de weg gebeuren, zeg maar. Dan ben ik in ieder geval op tijd. Maar dit doe ik altijd als ik naar mijn werk ga. Ook naar mijn vaste werk. Op school.
En dan heb ik gewoon weinig make-up op. Mocht er niks op de weg gebeuren, wat ik tot nu toe altijd heb gehad. Ik doe trouwens ook even zo'n waterlijn nieuwskleurtje. Dan kan ik me wel gewoon even opmaken. Dus dat doe ik nu. Ik heb dus, het is vandaag dinsdag, en de laatste keer dat ik heb gewerkt is morgen alweer 3 weken geleden. Dus ik kom wel leuk, denk ik, heb 2 weken vakantie gehad. Maar we hadden natuurlijk een week voor de vakantie die lockdown. Toen moest ik de woensdag noodopvang draaien. En die vrijdag waren we vrij. Dus ik heb eigenlijk 20 dagen vakantie gehad. En ik moet zeggen dat het me echt goed heeft gedaan. Ik heb natuurlijk gewoon gewerkt aan YouTube en webshoppen. Dat is gewoon niet heel zwaar werk. En met 35 bezig geweest, dat is wel gewoon veel werk. Maar ja, toch natuurlijk heel anders dan voor de klas staan. Dus het voelde wel echt een beetje als vakantie. Het is nu trouwens 13... Nee, het is nu 12 over 8. Ik ben in Rokkeveen. Waar ik echt nog nooit ben geweest. In Rokkeveen, best wel mooie huizen. En ik moet invallen in de groep 4. En deze school begint dan een kwartiertje later. Wat ik laatst ook. Dat vind ik echt een wereld van verschil, zeg. Of je om 7:15 op een school moet zijn of om 8:00. Want ik stond ook gewoon om 7:00 op. En niet om 7:15. Dus zeg maar net zo laat als dat ik een kwartier eerder had moeten zijn. En ik kon zo relaxed doen. Ik kwam echt uit de douche. Dan had ik nog 20 minuten beneden. Nou, normaal heb ik echt 3 minuten beneden, zeg maar. Dus ik dacht, ik film weer eens een keer. Ik kreeg wat reacties over mijn vlogs. Ik had er ook naar gevraagd, als het goed is. Maar ook een paar irritant zeurend. Ik denk, ja, op deze manier heb ik echt niks aan feedback. Maar ook wel een paar goeie. Als in, ja, je laat er soms grapjes in die wij niet snappen. Nou, dat had ik eigenlijk totaal niet echt in de gaten. Soms zit er bijvoorbeeld iets in een vlog wat er niet in mag. Wat iemand zegt. En dan wordt er daarna gelachen. En dan vind ik dat lachen weer leuk om erin te laten. Maar dan denken mensen natuurlijk, hè, wij snappen dit niet. Dus dat vond ik wel een goeie. En dat ik wel gewoon mijn best om te vloggen, maar dat natuurlijk gewoon, omdat ik met een andere serie bezig ben, wel heel erg veel achter elkaar aangeplakt is en weinig chronologische volgorde, of tenminste weinig context. Dus ik dacht, dan kan ik beter misschien op de dagen dat ik met 35 bezig ben. Kijk, dat wordt ook steeds helderder, hè. We hebben nu ook echt dagen voor 35, dat is een beetje de bedoeling. Dus dat ik dan op die dagen voor 35 film en op de andere dagen gewoon vlog, in plaats van alles door elkaar. Want nu is alles door elkaar en ook met inladen van mijn beelden, het is echt heel veel werk. Want alles zit door elkaar heen. Gewoon met één camera. Op dezelfde dag verschillende beelden. Dus misschien dacht ik, ja, dan ga ik vandaag eens een keertje alleen hiervoor filmen. Om te kijken of het werkt. Ook grote kans dat het gewoon in de praktijk weer niet lukt. Maar ik doe mijn best. In ieder geval. Ik heb dus 3 weken lang. Ben ik niet voor 9:00 mijn bed uit geweest. En vandaag ging ik er om 7:00. Ging mijn wekker. En 7:15 ging ik eruit. Dus dat ging eigenlijk wel oké, maar ik heb hele lange nachten gepakt. Oh, mijn koffie ligt weer op. Ik moet nu echt rijden, want nu kom ik om 7:45 aan en dan moet ik er zijn. Ik parkeerde ook echt letterlijk 1.5 minuut voor de school. Ja, dit is mijn ding. Ik vraag me echt af of er iemand in de wereld is die dit ook doet. Maar waar ben ik echt? Zo grappig, ik ben hier nog nooit geweest. Wel leuk groep 4, want de groep 4 en 5 het leukste omdat ik dat ken. En vaak ook de methodes ken, niet altijd. Oh, het is echt een heel klein schooltje. Oké, waar is de ingang? Volgens mij parkeer ik nu te ver. Of niet? Oh, daar is de ingang. Oké. Oh, echt zo'n heel klein cute schooltje. Wat leuk. Maar waar mag ik parkeren? Dat is... Mag ik hier? Nee, ik ga lekker daar. Ja, sommige mensen zeggen altijd love je autobeelden. Anderen hadden wel gezegd dat ze het niet leuk vonden. Nu laat ik dit er gewoon in. Want dan heb ik tenminste een beetje chronologisch. Ik zal beginnen zo vroeg mogelijk op de dag te beginnen. Zodat het inderdaad chronologisch is. Wat raar dat ik hier plek heb. Dus ik heb de allerbeste plek die er is. Oh, het is echt een heel klein schooltje. Grappig. Nou, ik ben zo benieuwd. Ja, dus dat was weer even wennen met opstaan. Want ik ben gewoon echt een avondmens. Ik kon ook niet slapen. Ik kon echt niet slapen. Nou, veel mee. Ik film 12:00 in slaap. Dus 7:00 geslapen, maar alle afgelopen dagen heb ik echt letterlijk soms wel 10:00 geslapen. Blijkbaar heb ik dat gewoon nodig. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik niet meer zo moe word als dat ik was. Dus morgen moet ik weer vroeg op.
En dan moet ik zorgen dat ik gewoon op tijd naar bed ga en de dag erna weer een beetje uitslaap. Ik moet echt niet meer zo moe worden, want ik was echt doodmoe. Nou, nu ga ik zo naar binnen. Dag invallen, let's go! Oké. We hebben gym, dus ik ga lekker nakijken. Dit heb ik al nagekeken. En dit heb ik al nagekeken. Lekker bezig. Nou, dit was ook alweer de leukste dag ooit, net als de vorige keer. Echt weer zo'n chille klas. Bizar. Niet normaal. Echt niet normaal. Gewoon alsof ik een juf ben. Dat is zo bizar. Gisteren vroeg Paul West dus of ik voor maandag ook weer in deze groep wil invallen. En toen mailde ik terug van ja, het liefst wil ik eigenlijk op de dinsdag invallen. En dat is omdat ik met Mel heb afgesproken dat we maandag en donderdag als 35 dagen gaan doen. Maar ik stond hier en het was zo relaxed dat ik dus halverwege de dag even aangaf dat ik kan. Want ik wil maandag heel graag weer in deze groep staan. Zo chill. Sowieso niet een helemaal volgepropt rooster. Dus echt de ruimte om gewoon een uur lang je rekenles te geven. En aan het eind van de dag nog de tijd voor tekenen. En de kinderen, 5-4-3-2-1-0, ze zijn helemaal stil. Zo chill. Echt heel relaxed. Eigenlijk de hele tijd. Eén keer, dat was bij de gym, was ik bij 0 en waren er nog 2 kinderen aan het fluisteren. Dat was het ergste. Nou, dat is wel echt heel bijzonder hoor. Dat ik dus ook op de vorige school waar ik was. En ik had ook nog eens een gym, dus ik heb alles nagekeken, estafette alles nagekeken, rekenen alles nagekeken, taal, spelling. Overdracht schrijf ik gewoon gedurende de dag elke keer eigenlijk. Dus terwijl ik bezig ben met die overdracht aan het typen, ook moet echt denken, ik ben bang dat ik zonder benzine kom te staan. Dat schrijf ik steeds een beetje erbij. Superleuk. Dus dat is grappig, ik vind het echt nog steeds heel leuk. Ik wil alleen gewoon meer uitdagingen, daarom heb ik zoveel zin om iets totaal anders te gaan doen. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat ik later gewoon weer iets met onderwijs of kinderen gaat doen hoor. Ik ben echt niet iemand die zijn hele leven één ding wil doen. Maar goed, en toen na schooltijd ging ik even naar de adjunct en de directeur. Yes, een tank. Top. Wow, ik rijd recht op die tank af. Oh nee. Ja. Oh, chill. En toen zei ik, ja, ik ben eigenlijk klaar, kan ik iets doen, weet je wel. Zei ze, nou ga lekker. En lang super blij dat je maandag weer komt. En toen kwam de directeur eigenlijk even in mijn klas en toen zaten we meteen een uur te kletsen. En toen vertelde ik dus ook over 35. En het is zo leuk hoe enthousiast iedereen reageert als ik het concept vertel. Ze zijn meteen, oh, en is er plek voor 13, want we komen sowieso op vrijdagmiddag een keer. En mensen zijn oprecht enthousiast, zeg maar niet. Ik heb het concept nog niet gedeeld in de aflevering, dus ik weet niet of jullie inmiddels weten wat het concept wordt. Maar het is niet gewoon uit aardigheid of leuk, maar het is oprecht gewoon dat je merkt, mensen willen echt, waar zit mijn tank ook weer? Mensen willen echt langskomen. En dat vind ik zo ontzettend leuk en heel gezellig. Er kwam een andere collega en steeds bij invallen kan ik eigenlijk al weg. Wat is LPG? Oh, ik heb geen LPG. €95, is het druk? Ja, dan kan ik dus eigenlijk al weg, maar dan ben ik dus aan het kletsen met iedereen. En super gezellig. En dan denk ik, oh wauw, nou op deze school zou ik zo willen werken. Mega leuke directrice. En dat heb ik eigenlijk heel vaak. Dus ik vertel ze wel meteen dat ik dus ga stoppen. Zodat ze ook weten dat ik dus niet een aanstelling of iets wil. Maar nou, lekker veel gekletst vandaag. Ik ga tanken. Adieu. Dit is al de derde dag op rij dat ik ga koken, jongens. Ik ben gewoon niet zo moe. Spaghetti in tonijn, tomatensaus met paprika, olijf en kappertjes. Serieus zin om te koken elke dag. Jongens, kijk hoe lekker. Wow, hij zoomt in. Maar het is klaar. Super lekker. Yummy. Goedemorgen. Ik wil me echt nog opmaken, maar ik ben er pas om 8 uur, dus ik red het eigenlijk niet. Ik heb trouwens besloten dat ik mijn wenkbrauwen. Ik ga nu gewoon kletsen in de auto, jongens. Want ja, nu heb ik tijd. En mensen, nou één iemand, maar ik denk dat meerdere dat hebben, missen een beetje de context. Dus dan breng ik die nu wel even zo. Persoonlijker dan dit krijg je het niet. Ik in de auto. Maar ik zou dus vorige week dinsdag mijn wenkbrauwen gaan laten doen, hè? Powder brows. Maar ik had al een beetje mijn twijfels. Omdat ik weet dat het ook onnatuurlijker uit kan zien. En dat vind ik echt niet mooi. En toen kreeg ik een appje dat ze allemaal corona hebben. Dus toen ging het niet door. En toen kreeg ik ook mijn voorschot terug. Dus ik heb besloten dat ik niet meer ga. Want ik heb het idee dat mijn wenkbrauwen toch
iets meer zijn gegroeid. Al ligt het al stil sinds ik 12 ben of zo. En toen begon ik al met epileren. En sindsdien is het minimaal breder geworden. Maar mijn voorstuk is prima. Alleen de uiteinden zijn heel dun. Maar ik heb dus het idee dat het ietsjes dikker is geworden. Maar nu... Ik irriteer me er echt aan in mijn vlogs. En ik snap ook dat sommige mensen zich er soms aan irriteren. Al is het best wel lullig om te zeggen, maar oké. Als ik zeg maar... Heel vaak kijk ik zo en dan gaat één wenkbrauw omhoog. Terwijl als je me nu vraagt hoe één wenkbrauw omhoog kan ik het niet. Maar dat gaat dan vanzelf. En... Vaak is het dan ook nog best wel dik aangetekend en dan ziet het er eigenlijk zo lelijk uit. Dus nu dacht ik ineens, ik ga alleen nog maar even de uiteindes. Ik had het er met Lotte over volgens mij. Alleen de uiteindes tekenen, heel licht dus. En ik ga dit eventjes niet tekenen. En dat had ik gisteren ook gedaan. Moet je straks maar kijken als je me van dichterbij ziet wat je ervan vindt. Ik vind het volgens mij wel goed. Het zijn iets minder dikke wenkbrauwen daardoor. Het valt iets minder op. Maar... Ja, waarom moet het allemaal per se zo dik en vierkant hier en zo? Ik denk dat het mooier is. Maar ik weet niet waarom ik dat nu ineens zie. Maar goed. Ik ga vandaag weer werken. Groep 3-4. 3 weken dus niet geweest. Even kijken wat ik ook weer ging doen precies. Kosmisch Engels sowieso, maar welke lessen exact. En jeetje, wat is het mistig vandaag. Hadi heeft weer lekker drankje voor me gemaakt. Die maakt elke ochtend een soort van drankje voor me met limoen en MSM en collageen nu erin. En dat MSM is echt fantastisch. Ja, dat moet ik eigenlijk eventjes wel tegen jullie zeggen. Ik heb dus nagels. Ik weet niet of jullie het weten, maar mijn natuurlijke nagels scheuren altijd. Altijd. En hij geeft mij dat drankje. Jeetje, wat zie ik hier weinig. Collageen weet ik niet hoor. Ik had dat van mijn broertje gekregen. Ja, het is nu helemaal donker, maar het zal wel. En vind je dit dan erg dat het nu donker is? Want anders moet ik nu dus stoppen met vloggen. Nou, ik kreeg het van mijn broertje en haalde dat nu in zo'n drankje. Dus heb ik 2,5 gram collageen per dag of zo. En MSM dus. Een MSM, geloof ik. Ik zie zo weinig. Dat is niet normaal. Door die mist krijg ik het ook niet weg. Ik geloof echt heilig in MSM. Oh, ik heb nog helemaal geen make-up op. Ja. Oké, nou, ik ga er nu vandoor, want ik ben er bijna en ik zie niks. Dus in ieder geval, MSM... Mijn nagels zijn hard en scheuren niet meer. Mogen jullie raden waar we het vandaag over hadden? Ja? Kijk, hier word ik echt blij van. Allemaal hele gezonde boodschappen. Super lekker. Dit zijn van die clementines. Volgens mij zijn die heel lekker. Ik vind het ook heerlijk dat het in zo'n kartonnen zak zit. Hier heb ik verse gember. Passievrucht. 2 meloenen. Super vet. Dat kan je zo in de oven gooien. Spruitjes aan een stam. Ziet er echt geweldig uit. Dit is echt idioot duur, maar ik had hier heel veel zin in. Ik heb frambozen, selderij, 3 avocados. En deze avocados, die dan 2 ready to eat zijn en eentje om nog even te laten liggen. Super mooi en groot trouwens. En allemaal volkoren producten, omdat dat veel beter is. Dus bulgur, volkoren rijst, couscous, volkoren boekweit en quinoa, kastanjes. Deze snoeptomaatjes zijn super lekker. En ook nog deze. Jongens, ik ben ziek lekker aan het koken. Dat zou ik nu niet zeggen, maar het is ook echt heel erg lekker. Ik maak dus butter chicken, maar ik maak voor mezelf kip in plaats van kipdij en geen room. En geen boter nog extra erbij. Bij Haas zit er dus kipdij in, kookroom, boter, echt butter chicken. Hij weet nog niet wat we eten, hij gaat het echt super lekker vinden. En zilvervliesrijst, volkoren. Het ziet er niet lekker uit, maar het is echt wel lekker. Dit is echt butter chicken en dit is dus aangepast. En dit hoort eigenlijk witte rijst zijn, maar dit is gezonder. Daar is nog naambrood. Dit zie ik met komkommer en koriander, cashewnoten, baby mais, tomaatjes, koriander. Super lekker. Dit zie ik lekker hoor. Yummy. Echt lekker. Hey, ligt het aan mij? Of was het een week geleden toen ik aan het filmen was, veel donkerder buiten dan nu? Nee, het komt denk ik door de lantaarnpalen. Ik ga vandaag weer invallen op die school waar ik vorige week ook op ingevallen voor het eerst. En ik heb er echt zin in. Want dat was super chill. Dus ik neem aan dat het vandaag weer een chille dag wordt. Vandaag alleen geen gym, maar ik moet ook natuur geven, had ik al gezien. Dus dat is... Kijk, als je gym hebt is natuurlijk het ultieme chillings. Want dan kan je gewoon alles al nakijken en ben je na schooltijd al klaar. Maar dat is ook wel weer irritant. Want het is niet echt een chill gevoel om na schooltijd al meteen weg te gaan. Dus ik ga weer... Waarom parkeert niemand hier voor de school? Ik ga dat weer voor de school doen hoor. Ik vond dat wel chill.
I like it. Why you don't do that? Dat was weer een super goede dag. Ik ben zo moe, dus ik ben echt blij dat ik deze klas had. Want jeetje, wat ben ik vandaag moe zeg. Niet normaal. Echt niet normaal. Gewoon. Kan niet meer. Ah, de klas was echt weer heel fijn. Het was echt weer top. Heerlijk. Het programma was veel voller dan de vorige keer. En we hadden nog 3 kwartier over aan het eind van de dag. Echt zo relaxed. Alles weer kunnen nakijken. Alles is in werkboekjes op deze school. Dat vind ik echt heerlijk. Dus ook tussendoor inleveren. Ik kijk het meteen na. Ik geef het je meteen weer terug om te verbeteren. Echt love it. Je voelt je echt zo'n juf. Ik hou echt van in boeken. En niet alleen maar alles digitaal. Heerlijk. Vanavond heb ik met Mel afgesproken. En Bart en Heel ook. Met z'n vieren eigenlijk. Ook even om het over 35 te hebben. En nu ga ik even aan de slag met YouTube en dingen. Ga ik even mijn haar wassen. Daar heb ik echt zoveel zin. Ik heb het ook zo koud. Oh, al die school is het zo koud, jongens. Het is echt heel koud op school. Wat zou ik nou nog meer zeggen? Oh ja, wat wel vervelend is aan invalwerk, is corona. Want nu krijg je weer te horen dat de juf met wie je net heet hebt gepraat in quarantaine moet, weet je wel. Vanwege kinderen. Dat er een klas naar huis wordt gestuurd. En dat er in mijn klas ook 5 kinderen thuis zaten met klachten. Dus het zou zomaar kunnen dat je straks te horen krijgt, hey, de klas waar jij maandag voor stond moet in quarantaine. Dat is dus wel echt, nou de regels zijn wat minder streng geworden. Ik heb het nu al vaker gehad. Nee, dat je het weet, een dag nadat jij hier was moesten we in quarantaine. Maar jij hoeft niet in quarantaine, dat soort dingen. Maar ja, minder chill, maar goed. Ja. En ik hoor nu ook van mijn oude school dat ook allemaal quarantaine gedoe en drama. Als ik dat hoor ben ik echt weer bang dat de scholen weer dicht gaan, maar we weten het niet. We gaan het zien. Oh ja, wat echt super leuk is. Pom is de gang aan het doen, had ik verteld toch? En Heel die stuurde net foto's door. Het zag er echt amazing uit. Het zag er zo tof uit. Dus als ik straks binnenkom, dan zie je dat dus meteen. Heel benieuwd. We hebben daar dus de simpelere variant gedaan. Maar ook het plafond. Dus we gaan het even zien. Oh, ik heb zoveel zin om even lekker te douchen. Even lekker GTST kijken, heerlijk. Ik is pas 4:30, dan hoef ik pas om 8:00 bij Mel te zijn. Wow. Oh, yo. Oh, om het te laten drogen. Lekker warm. Zo, dit is even anders binnenkomen. Vet. Jongens. Bizar. Zo. Ik dacht leuk, ik bestel bij Crispin Spruit aan Stam. Dat is best wel duur, 5 euro of zo. Maar hoe maak je dit? Iemand het ooit gemaakt heeft, nu is het helemaal bruin. En ik denk heel bitter ook. Maar we gaan het zien. Hele rare rijst hebben we hier. Broccoli en allemaal kleuren. En dit is kokos, stoken, paprika, gember, knoflook en garnalen. Jongens, mijn auto is dus APK afgekeurd. Ik heb vorig jaar door de APK-keuring gekomen, maar ze adviseerde om wat dingen te laten doen. En aangezien ik het gewoon kon betalen, dacht ik, doe maar, dan gaat hij langer mee. 840 euro. Nu had ik verwacht dat er niks nodig was, dus ik deed alleen APK en geen grote beurt of kleine beurt. Bellen ze dus gisteren dat hij afgekeurd is op heel veel dingen. Echt drama. Qua kosten is dat echt gewoon balen, want al mijn geld gaat nu echt naar 35. En ik kon hem, ik weet niet wanneer ik hem weer kan ophalen, dus vanochtend heeft de gymleraar me opgepikt. En zijn we samen naar school gereden, heel chill. En op terugweg kon Ha me wel ophalen, maar ik zei ik ga wel lopen. Collega's wilden me ook brengen, maar ik dacht ik ga lekker lopen. Maar dat was dus 1 uur en 2 minuten lopen. En ik ben ook door de dorpsstraat heen gelopen. Het regende keihard, al het water ging door mijn jas heen, dus ik was echt vet nat. Toen ging ik eventjes in de kruidvat chillen om weer een beetje op te drogen en zo. En toen weer 1.5 uur gelopen. En dat was wel echt super lekker, want ik probeer dus meer stappen te zetten. Dus, maar dit zijn pas 7000 stappen. Echt, hoe komen mensen aan 10.000 stappen per dag? Ik snap het niet. En dit is trouwens een jasje van Combo. Mocht je hem leuk vinden, hij staat op de website. In het blauw en in het bruin. Ik heb zelf de blauwe, want ik vind het echt super leuk. Kijk hoe cute. Dus je kan hem tot met XL wel dragen. Normaal zijn hij niet super lang, zoals je kan zien. Hij is echt lekker fluffy. Ja, zo zie je nu zie je de kleur heel goed. Hij is echt zo leuk, hè? Ja, dit is de kleur. Precies zo. Jongens, is toch te leuk. Love it.
Ja, wou even mijn pompletten, maar Mel zat al voor de deur, dus kan niet. Ja. Maar gaat hij goed, Pom? Gaat goed, jou ook. Ja. Oké, okay, nou, pas op. Echt, tot ziens werks, hè? Yummy, lekker. Gewoon avocado en room. Met niks weer. Zo lekker. Lekker aan het koken, orzo. Zo lekker, orzo. Lekker. Nou, ik heb mijn auto weer, maar alles behalve goed nieuws hoor. Ik ben vanochtend met Hils auto naar mijn werk gegaan. Dus dat is fijn dat dat kon. Ik moest alweer op tijd. Nou ja, op tijd. Ik was kwart voor vijf thuis, want hij moest dan weer weg met de auto. Maar gelukkig, omdat hij thuis werkt, gaat dat wel. Alleen, ik kreeg toch van meerdere mensen te horen van, joh, die auto nu voor €1000 laten maken. Ik zou het niet doen, aangezien het natuurlijk een oude auto is. En klopt het wel? Van vrienden en zo gehoord, maar ook van jullie op Instagram, want daar had ik het even erin gegooid. Dus toen belde ik heel, ik zeg, laten we, zet mij even af nu, om 5:10 bij de QuickFit. QuickFit is het trouwens. Dan haal ik mijn auto op, want ik weet het niet helemaal. Dus ik heb tegen QuickFit gezegd van, ik ga het zelf via even laten doen. Maar geen idee wat ik ga doen, maar ik heb in ieder geval mijn auto niet heel erg veel nodig. Maar ik wilde hem wel ophalen. Dus ik heb met ABB korting, dan heb ik €30 betaald voor de APK. En in het ergste geval moet ik ergens weer een APK doen en ben ik dubbele APK kosten kwijt. Maar ik wil hem misschien naar een... Mijn auto maakt nu een geluid. Wat hij eerst niet maakte. Ik had echt geen probleem met mijn auto. De benzine ging niet snel op ofzo. En ik heb allemaal waarschijnlijk van alles mee aan de hand te zijn. Maar misschien is het waar hoor. Maar mensen zeggen je moet het niet zomaar vertrouwen. Dus ga even naar een APK keuring. Die niet ook een garage is, want dan hebben ze geen baat bij een afkeuring. Dus ik denk dat ik morgen verloopt mijn APK? Nee, overmorgen verloopt mijn APK. Dus ik denk dat ik morgen even een onafhankelijke, hoe noem je dat? Dat ik morgen dus, ik denk dat ik morgen dus eventjes naar een gewone APK-keuring wil gaan. Om te kijken wat ze zeggen. En heel wat wel kunnen regelen dat ik voor €40 een nieuwe tank of zo kan krijgen. Want die lekt dus, zeggen ze. Dus misschien moet ik dan niet morgen al mijn APK doen. Nee, misschien moet ik er gewoon eventjes mee wachten. Kijk, ik ga er dan niet meer rijden. Ik rijd nu naar huis. Dat mag niet, denk ik. Maar goed, ik moet toch mijn auto thuis krijgen. En dan ga ik hem gewoon even niet gebruiken tot ik een APK ga doen of zo. Zoiets. Hey, Dorpstraat. Ben je nu bij de Dorpstraat? Leuk. Het voelt echt als thuiskomen. Het raar. Maar ja, heel lang gekletst dit. In ieder geval, mijn auto is volgens mij gewoon veilig om nu in te rijden. Dus ik heb hem opgehaald. En het stomme is, ik zou heel graag willen dat hij door de APK-keuring kwam. En dat hij gewoon nog even een jaartje in ieder geval meeging. Want ik heb bijna geen auto nodig. Ik ga straks op mijn werk, op de fiets naar mijn werk. Maar het zal echt wel eens voorkomen dat ik spullen moet meenemen en met de auto wil gaan. En hey, Dorpstraat. Ben ik naar de Dorpstraat? Nee, ik ben naar de Dorpstraat. En het zou ook wel voor kunnen komen dat... En ik zou hem ook nodig hebben om eens naar de groothandel te gaan. Of een keertje naar Lot te rijden. Maar verder ga ik mijn auto niet zoveel nodig hebben. Dus toen ik nog in Muiden woonde, ging ik elke week naar Heel, weet je wel. Had ik echt mijn auto nodig naar mijn werk vaak en zo. Maar nu heb ik hem in feite niet nodig. En juist daarom vind ik het super zonde om mijn auto in te ruilen en geld bij te leggen voor een nieuwe auto. Want ik hoef niet zo vaak een auto te gebruiken, snap je? Dus ik wil graag dit barrel aanhouden, die ik dan af en toe kan gebruiken. Zodat ik wel een auto heb, maar hij niet super goed hoeft te zijn. Dat is eigenlijk wat ik graag wil. Dus het is gewoon heel erg balen. Want geen auto is echt niet chill. Maar ik hoef geen super goede auto. Dus, nou ja. En al mijn geld zit nu in 35. Daar heb ik gewoon bewust voor gekozen. En ik kan die reparatie nu wel betalen, maar ik doe het liever niet. Want ik ben nu gewoon super zuinig en goed met mijn geld aan het omgaan. Dus het is gewoon even ruk. Maar goed, ik zal zo even vertellen waar die nou allemaal op is afgekeurd. Voor wie het leuk vindt om het te horen. Het is echt bizar. Als ik niet vorig jaar €840 erin had gestoken, dan had ik er ook nu, los van het feit dat ik mijn overleden opa's auto is, die ik heb overgenomen. Maar dan had ik er misschien ook minder moeite mee gehad om hem nu op te geven. Nu denk ik, jeetje, je hebt wel €840 erin gestoken. Maar je wil ook niet nu weer €1000 erin stoppen en dat hij volgend jaar er helemaal mee stopt. Dus, lang verhaal kort, allemaal dilemma's. Nu ga ik nog eventjes naar de Lidl en dan lekker naar huis.
We hebben lekker een rustig weekendje voor de boeg. En ik moet zeggen dat ik daar best wel veel zin in heb. Hij is dus afgekeurd trouwens op brandstoflekkage. Onvoldoende profiel in de band. Volgens mij is het over de linker voorband. Maar misschien gaat dit wel over alle banden, dat weet ik niet. De schijf trommelrem of schijf en trommelrem loopt niet vrij. En de remleiding is aangetast door corrosie. Vorig jaar heb ik trouwens mijn airco laten maken en op het moment dat ik wegreed, toen kwamen de hete dagen eraan en ik heb nooit gemerkt dat ik een airco had. Maar ik ben dan echt zo'n sukkel die dan dus niet terug gaat naar de garage. En één dag nadat ik bij de garage weg was, ging dat ABS-lampje hier in mijn dashboard branden. Wat iets met de remmen is. En ik heb daar nooit iets van gezegd. Ik ben nooit teruggegaan naar de garage. Dus misschien ben ik ook gewoon echt een sukkel. Ik ben zo slecht in dat soort dingen. Ook mijn auto is nu afgekeurd. Ik zou hem zo een maand laten staan. Maar ik denk, ja, boeiend. Ik heb toch geen auto nodig. Maar dat is zo slordig. Dat is echt een slechte eigenschap. Nou, ik ga naar de Lidl. Doei! Ga even maar vloggen. Lekker muziekie. Weer een dressing met aardbeienjam erin. Dit is drie kleuren quinoa. Komkommer. Druiven, selderij, nog een dressing, tomaatjes, geitenkaas, olijven, tomaat, avocado, ijsbergsla, spruitjes, dat is een beetje random, en piri piri chicken. Ja, jeugdsentiment, we gaan kruidnoten kijken. Dit is mijn nieuwe lievelingsplek. Zo chill. Ze moesten te bellen, ze heten APK oké. Er zitten meerdere plekken, maar voor Brinkhorst denk ik de dichtbijzijnde. Brinkhorst? Brinkhorst. Brinkhorst. Oh, oké. Okay. Zit in de afslag voorburgplan. Ja. En dan is het twee keer sturen, zeg maar, drie keer dan ben je er. Oké, dan moet ik aan hen vragen of ze een wat hebben. Of een 4x4 kunnen testen. Oké. Dan kom ik nu wel zo eraan om mijn auto op te halen, ja? Ja, helemaal goed. Oké, doei. Even weer voor de normale vlogjes filmen. Ja. Ik had dus gisteren mijn auto naar een APK-keurder gebracht die niet ook een garage heeft. Dan kreeg ik dat als tip. Weet je, dan hebben ze er geen baat bij als je auto wordt afgekeurd. Dus ik nu bellen, want ze zou om 11 uur gekeurd worden. Gisteren heb ik hem gebracht en teruggelopen. Kunnen ze dus als een van de weinigen niet mijn auto testen omdat ze geen 4x4 band hebben. Dus nu krijg ik er eentje aanbevolen. Nou, dan ga ik die nu wel even bellen. Maar ja, daar kan ik hem niet naartoe brengen en dan teruglopen. Dus dan moet Hilme weer komen halen en zo en meerijden. Dus dat is wel weer irritant. Maar goed. En dan is er alsnog een kans dat hij gewoon wordt afgekeurd. Maar ik wil niet... ik wil het gewoon zeker weten. Ik wil gewoon een second opinion. Dus second opinion. Kan second dat op opinion. Je auto? Ja, ja hoor. Goedendag, u spreekt met APK Oké Nederland. Hoi. Het wordt vegan, witte, roze witte chocolademelk. Oh, hoe lekker ziet deze eruit. We gaan een soort van sushi bowl eten, maar dan een beetje anders en wat gezonder. Quinoa, avocado, wortel, radijs, komkommer. Dit is een beetje random, dit is kabeljauw. Surimi warm gerookte zalmsnippers. Sojasaus van coconut aminos met mayo en wasabi en sesamzaadjes en nou dat is. De special touch is echt zwart sesamzaad. En daar moet je echt goed op letten welke je koopt. Want sommige zijn echt zo overpriced en sommige vallen heel erg mee. Kijk zo. La, 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 la. En wasabi door de mayo. Het is een beetje een aparte pokeball, maar hij is wel lekker. En heel gezond. Dit is ook een pokeball. En dit is een pokeball. Nou jongens, ik moet dus morgen online lesgeven voor één dagje. Omdat ze in quarantaine zitten. Dus ik heb vanmiddag even gebeld met mijn collega, met de directrice. En nu ben ik bezig met een mailtje. En moet ik alles een beetje gaan aanpassen en zo. Eén keer online les op deze school. De eerste keer, dus dat is een beetje lastig. Omdat het niet mijn eigen groep natuurlijk helemaal is. Maar komt goed. Nou heb ik dus eindelijk die mail af. Naar de ouders en alles. Is er in de persconferentie gezegd dat de regels veranderen. Dat je niet meer met je hele klas in quarantaine hoeft. Maar we hebben nu al tegen de ouders gezegd. Als er iets verandert dan gaan we alsnog gewoon online thuis. Morgen online thuis. Terwijl het officieel niet moet. Maar ja. Ik heb nu het hele programma op deze manier voorbereid. En ik kan niet nu om 7:30 nog eens. Dus dat kan wel. Maar ik vind het fijn dat dat niet van me verwacht wordt. Ah, is trouwens de hele tijd met het huis bezig. Met de deuren.
Hij schuurt alle kozijnen, hij verft, zij zet de deuren erin, de scharnieren, de deur klinken echt geweldige vent. Je moet zelfs de gaten boren en zo voor in de deur. Eet trouwens dit. Maar weten heel veel mensen dat niet, maar ik snoep trouwens echt nooit. Je ziet mij echt nooit koekjes of snoep of chocola of chips of wat dan ook eten. Ik eet echt super gezond. Al zou je misschien denken, omdat ik natuurlijk niet de slankste ben, maar het is echt zo. Maar dan ben ik net ongesteld geworden. Ik ben dus, dat ik trouwens verteld, ik was toch met de pil gestopt alweer best een tijdje geleden. En toen werd ik vrij snel wel weer ongesteld. En toen was mijn cyclus eigenlijk altijd hetzelfde, want ik werd altijd de laatste vrijdag van de maand. En nu is het dus woensdag. Dus ineens werd ik 2 dagen eerder. En ik ben de laatste tijd nog meer bezig met gezond eten. Dus ik dacht, zou het daardoor kunnen komen? Ik weet het niet. Maar goed, daar had ik het niet over. Vorig jaar maakte ik natuurlijk altijd super mooie weektaken. Maar nu is het gewoon anders. Het is niet mijn eigen klas. Het is maar eenmalig. Dus ik heb het gewoon best wel simpel. Zo. Hieronder een roostertje met kleine groepjes waarmee ik ga lezen. Maar daar staan dus namen op van kinderen. En dan weer dit. Bijlagen erbij. Bijvoorbeeld wat extra werkbladen. Die zouden ze kunnen printen, maar dat hoeft dus niet. Bijvoorbeeld dit om de werelddelen te oefenen. Want daar hadden we het over gehad. Nou ja, dan weten ze gewoon, hebben ze genoeg dingen te doen in feite. Dus nou ja, morgen begin om 9 uur, dus dat is wel lekker. You and family, zei je dat? Ja. En wie bedoel je dan met you? Ah, oké. Okay. En weet je ook hoe dat meisje, hoe we dat ook weer noemden qua familie in het Engels? Want wat is zij? Zij is haar dochter, toch? En hoe zeiden we dat ook alweer in het Engels? We hadden son, zoon, en hadden we ook nog dochter. Daughter, weet je nog? En waar zie jij dad? They are playing. Hey, misschien horen jullie het nu wel door mijn oortjes. And there is granny too. Horen jullie het? Oh, hey, zo kan het ook. Nog één keer hoor, dat komt even wat harder. Father bedoel je denk ik? Ja, want je zegt dus of dad, want jij zei dadder, dus dat snap ik wel. Je hebt of dad, dat betekent papa, of father, dat is eigenlijk vader. Ja, heel goed, father Ted. Oké, dat was een mega drama, maar nu even eerst wat anders. Ik ga een fiets ophalen misschien. Ik ga naar een fiets kijken. Ik wil een hele goede fiets gaan kopen, maar ik wil eerst gewoon even een tijdelijke fiets hebben, want de leverduur is heel lang, dus ik ga nu kijken. En het is een hele aparte man, dus ik ben echt een beetje bang. En dan ga ik kijken of die in mijn auto past en dan vertel ik jullie zo meer. Doei. Hey. Daar zijn we hoor, jongens. Ik spreek jullie in de auto. Eens een keer vloggen is mijn batterij leeg. Oh, maar ik heb een fiets. Nu ga ik zo naar mijn APK-keuring in Den Haag rijden en dan een uur fietsen. Dat is dus het plan. Jongens, ik ga stuk om dit avontuur. Ik heb mijn sleutel laten bijmaken, want ik zag random een sleutelmaker. Hij heeft mijn zadel hoger gezet. Ik zag een clubgenoot van mijn moeder die mij herkende, die ik niet herkende. En ik fiets langs de Sligo en ik denk, ik ga nu gewoon even de Sligo in. Waarom niet? Ik moet echt nog 12 kilometer fietsen, maar ik hou echt van zulke avonturen beleven. Avonturen. Het was echt een mega lange fietstocht. Het was echt wel meer dan een uur fietsen. Ik heb nog even lekker kippetjes gehaald in de stad. En nu heb ik gekookt. Ik zal even laten zien wat we eten. De fiets is best wel oké. Alleen, het is een beetje een afwijking naar links. Maar verder is het echt een goede aankoop. Dit is bulgur salade met witte wijn, azijn, zout, peper, korianderzaad, olijfolie, cherrytomaatjes, komkommer, munt, peterselie, gebakken ui. En dan hebben we hier nog feta, avocado, pistachenootjes, cranberries. En hier nog meer ui. Dus kunnen we lekker onze eigen salade maken. Super lekker. Kom op, Mel. Kijk, dit is het. Huh? Oh. En alleen de fruit. Vandaag gaan we even vloggen weer voor de 35 vlog, jongens. Dus check de 35 vlog. Ik heb 32 minuten geheugen, wow. Dat is dus veel. Dus ik ga vandaag meubels uitzoeken, maar dat zien jullie in die vlog. Die bij. Ja, ik zal make-up, hè? Kijk hoe mooi is al make-up. Jij hebt een duimpje omhoog.
Dat krijg ik allemaal duimpjes omhoog ineens. Dat heb ik nooit. Dan zit iedereen hier de sexy. Oké, nou klaar. Nu heeft Mel mij even afgezet bij mijn auto. Super aardige gast. En dubbele APK-kosten. Nu betaald natuurlijk eerst bij QuickFit en nu hier. Maar ik mag mijn auto hier binnen een week of binnen 100 kilometer rijden weer laten APK-keuren gratis. En hij is veel minder afgekeurd dan bij de QuickFit. Het enige wat ik nu moet doen is mijn voorbanden vervangen. En er zit corrosie in de remleiding. En er is geen lekke uitlaat gevonden. Dus ze hebben zeg maar ook gekeken naar wat er vorige keer was. En er staat ook al bij van, lekke uitlaat is er helemaal niet. En het andere wat er gezegd was, is er dus ook niet. Dus dat scheelt me echt in kosten. Hij heeft me aangeraden waar ik het kan laten doen. En dat is helemaal niet zo duur. En ik zei al, ja, weet je, ik hoef mijn auto niet heel veel meer te gebruiken als ik maar een auto heb. En juist omdat ik hem weinig ga gebruiken, is het super zonde om er 1000 euro in te gaan steken. Dus... ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Dat is ook een tip. Ga naar een onafhankelijke APK-keuring. Echt waar. Wat een oplichter zeg. Echt super jammer. Er is gewoon geen lek gevonden. Echt niet leuk. Ik hou er niet van. Wees gewoon eerlijk. Ja, leuk. Oh, ik vind het zo leuk. Ik vind het ook leuk. Maar lief dat je gebelde. En ja. Ik wil je snel weer zien. Ik ook. En ook meer spreken. Maar ja, dat is gewoon allebei even druk. Dus dat is gewoon even ja. Hoe het is. Dat vind ik fijn. En doe de groetjes aan Hiel. Ja, doe ik. Jij ook de groetjes, hè? Oké. Doei. Doei. Oké, jongens. Ik belde even Lotje, want ze is helemaal... we zijn allebei zo druk. Zij, ik ben natuurlijk nu maandag sleutel van het pand. En zij heeft vandaag... dus, nee, niet vandaag een sleutel gekregen. Ze ging vandaag verven. Ze had de sleutel volgens mij al iets eerder. Maar ik kan gewoon niet helpen. En vandaag ben ik 8:15 van huis. Het is gewoon... we hebben het allebei heel erg druk. Maar ik ben blij dat ze hulp heeft gekregen. Want anderen konden ook niet helpen en dan voelt dat zo naar. Maar gelukkig hebben uiteindelijk mensen dus wel hard kunnen helpen. Daar ben ik blij om. Nu ga ik lekker naar huis. Ik zit in Hazenauto, want ik heb dus geen auto. Goeie werkdag gehad. Gezellig met mijn collega gekletst, met wie ik altijd op de vrijdag klets. En ik voel me ook echt een beetje schuldig dat deze vlog zo saai zijn. Maar ik hoop dat jullie het snappen. Ik ben gewoon... er is niet zoveel te filmen, want ik ben gewoon heel veel met 35 bezig. Dus ik hoop dat jullie die serie leuk vinden. En blij zijn dat ik nog iets vlog voor deze vlog. Maar volgens mij is het echt heel saai. Lekker thuiskomen met eten. Sla, aardappeltjes, piri piri chicken. Jongens, ik ga dit weekend weer proberen om zoals van ouds lekker te vloggen. Want ik vind echt dat ik het veel te weinig doe. Dat kan echt niet. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer eens een keer meenemen naar boven. Gewoon lekker... lullen, want kijk, het is natuurlijk, is het wel zo, als je gaat samenwonen, dat je dan natuurlijk meer ook tegen je partner kletst en daardoor minder tegen de camera, dat ga ik niet ontkennen. Maar het is ook gewoon doordat ik met van alles en nog wat bezig ben. Nou, ik wou dus zeggen, het is zo raar, duimpje omhoog als dit een goede poging is. Dit maskertje heb ik nu, hoe heet deze? Super mooi. Deze was al best wel oud, maar wat ik dus altijd doe... stel dat er mensen komen en ik wil mijn huid even lekker glad hebben en mooi, want het werkt echt. Dan ga ik dus 's ochtends douchen. Dan doe ik een masker op, haal ik eraf, ga ik me opmaken. Maar dat is vet slecht, dus ik dacht, tenminste omdat je meteen weer make-up erop smeert. Dus ik dacht, ik ga dan nu het 's avonds doen, lekker. En dan daarna, ik doe trouwens elke avond kokosolie op mijn gezicht. Oh my god, ik klet zo weinig met jullie, het is echt erg. Wat erg nou jongens, dit is onze badkamer ook. Jeetje. Mijn camera schommelt nog steeds heel erg, zoals je kunt zien. Dit is een helse bak in ons huis. Ik neem mijn camera ook nooit meer naar boven. Jongens, het spijt me echt. Wat erg eigenlijk. Is het echt helemaal afgetakeld, mijn vlog. Ja. Toen ik alleen woonde was het natuurlijk anders, want het ging gewoon lekker tegen jullie aandoen. Het spijt me. Ik heb nu een beetje een inzicht gekregen. En ik ga mijn best doen om mijn camera ook lekker mee naar boven nemen. Het zijn echt flutvlogs. En ja, mijn serie van 35 is super leuk, maar... dat is allemaal ook niet echt dit. Dat is ook weer heel anders, weet je wel. Dus, wat ik wou zeggen. Als je dus net een vriend hebt, ik in ieder geval. Dan vond ik het altijd best wel chill om gewoon tot we naar bed gaan gewoon make-up op te hebben. En er gewoon een beetje normaal uit te zien. En op een gegeven moment word je steeds comfortabeler met elkaar. En ik ben wel van mening dat je je best moet blijven om er gewoon verzorgd uit te zien. Maar wat ik wel echt heel lekker vind nu ik me wat gewoon daar comfortabel genoeg bij voel, is om dan uit je werk je haar te wassen, lekker te douchen.
En gewoon lekker zo of zonder masker in je badjas gewoon lekker beneden zitten. Dat boeit hem ook echt geen reet natuurlijk. Maar dat je dan dus naar bed gaat en dan klaar bent. En niet nog al je make-up eraf hoeft te halen en alles moet doen. Dat je gewoon je tanden moet zien en bent klaar. Maar wie herkent dit van zijn eigen relatie of zo, van haar eigen relatie? Dat is grappig. Ik heb dat echt pas sinds kort dat ik echt denk, boeiend. Terwijl hij al zei, boeiend. Maar ja, wie herkent het, zeg maar, dat je dus wel gewoon chill wil zijn. En gewoon lekker jezelf en lekker relaxen en op je gemak. Maar dat je ook nog wel je best wil doen. Ik wil niet elke dag er zo uitzien, snap je? Dat vind ik gewoon niet. Nee. Maar goed, dit is dus de troepbak die echt opgeruimd moet worden. Dit zijn nu mijn nagels. Dus ik ga sowieso even nu nagellak remover pakken. En de laatste tijd lak ik best wel weer vaak mijn nagels. Als we dan een filmpje kijken of zo. Ha is nu Escape Room aan het kijken, film op tv. En ik ga even meekijken. Eigenlijk wou ik gaan werken. Maar deze dag is wel druk genoeg, dus ik ga lekker film met hem kijken. Nou, nu ik hier toch sta, ik slik dit tegenwoordig. Of het werkt, weet ik niet, maar het is echt super lekker. Nou, dit is mijn favoriete make-up remover. Nog steeds. En dit is nu echt mijn favoriete dagcreme. Van de Lidl, die Aqua. Deze. En ik heb ook nu een nachtcreme genoeg, maar die vind ik niet per se prettig. Ik heb nu een paar dagen. Die Q10. Ook van Lidl. Maar die vind ik niet per se boeiend. En in de zomer vond ik deze dus heel chill. Maar ik vind hem voor nu net te dun. This one. De nummer 7. Hydra Luminous Water Surge Gel Oil Free. Oh ja, dat moet ik ook nog vertellen. Ik gebruik dus Olaplex. Wow, ik ga zo over vertellen nu. Ik heb net mijn tweede pak opengemaakt. Van de conditioner. En de shampoo. Dus die gingen gewoon precies gelijk op. Dat heb ik nog nooit gehad. Dat beide verpakkingen even snel op zijn. En ik moet zeggen dat het mijn haar echt heel erg goed doet. Oh ja, ik heb ook nu dit. Van Foamy. Zo'n ding. Dit is trouwens wat er in onze douche staat. Spannend. Dit is dus de allerbeste zilver shampoo op aarde. Van Nola No Yellow. Dit is een borstel voor onder de douche. Ik ben echt heel erg gehecht aan die shampoo. Mijn haar is er zeker beter door. Nou, nog even een tipje. Als je ongesteld bent, deze zijn veel goedkoper dan Allure Feminax. En ze hadden eerst 225 alleen en nu ook 275. En ik ga mijn nagels weer even met dit oude Essie lakje lakken. Hoe heet deze? Flowerista. Flowerista. Weten jullie trouwens? Ik doe nu dus base coat en topcoat. Dat is zeg maar hetzelfde lakje. Maar dan chipt het dus minder snel. Maar je kan het er bijna aftrekken, zeg maar. Omdat het echt één geheel wordt. Dus ik dacht, is het beter om gewoon twee laagjes nagellak te doen met alleen een topcoat erop. Ik dacht, dan is de basis wel dat die goed hecht op je nagel. Als ik dit als basis doe, dan kan ik het er gewoon zo snel aftrekken. Anyhow, morgen ga ik mijn kleding opruimen. Ik wil ook één ding zeggen wat ik helemaal heb herontdekt. Dus dat is namelijk thee drinken. Maar dan dus zeg maar deze, zo'n chai tea of winterglow. Met een scheutje melk. En dan deze melk. Dat is zo lekker en daarmee drink ik echt makkelijk 4 kopjes thee op een avond of zo. Echt heel lekker. Oh, stress. We zijn klaar. Oma is er. Ze komt nu de trap op. Dat jij hier bent, dat wil ik wel eventjes vereeuwigen in deze vlog. Super sexy, toch zo? Ik heb een mooie kont, hè? Altijd gestrest. Als ik ergens heen ga, gestrest, want dan ben ik al te laat. En als er iemand komt, dan ben ik altijd gestrest. Want dan moeten we het huis opruimen en schoonmaken. Oma is er dus helemaal opgehaald door de moeder van heel echt super lief. Want ze kan nu rijden met haar rug. En dan brengen wij haar weer terug. En ik ga nu bitterballen voor haar halen, want daar is ze zin in. Zo, oma wilde vers fruit. Dus ik heb lekker ananas, meloen, kombozen, druiven, dadels. We moeten er wel even verwennen natuurlijk. Lekker brood. Oma wilde karnemelk. Hier zijn bitterballen voor oma, kroketten voor haar en lekker een smoothie. Oh, graag nog een kus in mijn rug, kan dat? Ik vind het wel heel spannend om hier te zijn. Nog steeds? Ja, nog steeds. Hoezo dan? Nou, ik ben nog lang niet uitgekeken en ik ben nog nooit in Zoetermeer geweest, dus het is voor mij een spannend avontuur, ja. Wat dacht je? Cute. Een volkoren snee, zei je? Is dat dit? Oh, dan moet ik even wisselen met hem. Een volkoren snee. Ja, oké. Okay. Doe mij dat kleine kapje maar als je dat hebt. Echt? Ja. De snee terug? Snee terug. Wauw.
Ja, wat goed van je. Ja, dat ben ik. Ik heb het net met Eline over jou gehad. Nou, maar waarom? Wat heb je weer voor slechts verteld? Oké, okay, ja. Moet je luisteren. Ik heb eigenlijk iets leuks of niet leuks. Hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Ik ben in de buurt. Ik zou het zo leuk vinden om jou weer een keertje te zien. Is nu bijna 2:30? Nee, wat is het? Ja, bijna 2:30. Wij zijn er bij jou om 3:45. Kwart voor vier. Ja? Dit is echt een eetpleintje. Hier komt allemaal terras. En daar heb je nog een echte bank. Een fysieke bank. Ik heb het niet meer in laten. Laat je eens komen even los. Ik heb het zo veel. Tante en oma laten zien. Hè? Je bent zo schattig nu, oma. Je kijkt echt super blij. Nou. Jovelt. Oma had dus het idee om langs mijn andere oma te gaan. Dat ze die nooit ziet. Dus zij gaat vast aanbellen. Ik vind het zo leuk. Hoi. In de brievenbus? Ja, oké. Maar die is dicht. De brievenbus is dicht. Het is toch een bijzonder moment dat de oma het bij elkaar heeft. Hey, doe jij aan. Charlotte, ben jij weer op school? Mm-hmm. Kinderen blij? Het zijn mensen die 40 jaar in het onderwijs zitten. Ja, weet je dat Tineke de Nooi vandaag haar 50 jaar jubileum viert van... Wie is dat? Neem ze afscheid, Tineke de Nooi. Dat is voor hun tijd. Die... Oh. Ik sta wel boven. Nee, ik bedoel de auto. Kom, doe ze licht het niet. Oh ja, even de auto Linksaf. Halen. Oh ja, weet je wat? Oh. Yummy. Ik was net even aan het vloggen. Lekker. Niet vergeten. Oh, lekker jongens. Nee, we vergeten hier even iets gehad. Mmm. Wow. Dan yummy. Dan een taartje erbij doen. Zo. Die reden heeft het een belangrijk gesprek met Sjoerd. Nee, ik kan er niet bij. Want jij zit er veel makkelijker bij. Ja. Schattig. Oh, zo dik. Oh. Oh. Jeetje, wat zijn al die dieren toch verliefd op papa? Dit dier ook. Dit dier is ook verliefd op papa. En dit dier. Oké, jongens, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie je dus hopelijk bij een nieuwe aflevering van Van Droom tot Werkelijkheid. En als je die niet leuk vindt, zie ik je weer bij een nieuwe vlog. En dan zal het weer een weekvlog zijn, dus daar kan je naar uitkijken. Oké, doei!